We lopen naar beneden, de baai in. Oh, dat was maar weer een gedoe. Niet normaal. Je hebt om 12 uur, heb je dus afgesproken. Moet je een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Wij netjes. Wij waren een half uur van tevoren aanwezig. Kom je aan, parkeerplaats dicht, want het is druk. Hebben ze één kant open voor de auto's. Ja, sluit me achteraan in de rij. Nou, dat is dus 100 meter rij auto's die allemaal die parkeerplaats op willen. Godverdomme. Nou, kwamen een aantal talen wat vloeken uit. En toen wij, het was al bijna 10 voor 12. Toen waren we twee auto's opgeschoten. Toen was zoiets van, weet je wat? Ik zag op de heenreis uitkijkpuntje waar we al eerder hebben gestaan. Ja. Ik denk, weet je wat? Flikker mijn auto daar neer. Lopen we gewoon een stuk langs de weg. Tot nergens dat niet mag. Tot nergens dat niet mag. Auto neergezet. Wij langs die weg lopen. Zijn we eindelijk bij het begin waar die parkeerwachters stonden. Ja. Zegt die parkeerwachter, kom je voor de baai? Mag ik je toegangsbewijs zien? Nou, die liet ik zien. Geen probleem. Toen zei hij, ben je met de shuttle gekomen? Ik zei, nee, ik heb mijn auto een stuk naar beneden geparkeerd. Oh, nou, komen lopen. Ja, bij die lookout, zei ik. Toen zei hij, oh nee, de lookout. Nee, dan mag je. Ja, word je weggesleept. Dus, om lang verhaal kort te maken. Konden we bleven wachten, kon jij weer naar beneden? Ik ben die wagen halen, want toen zei hij al van, ja, weet je, rij maar naar boven. Ik laat je wel toe. Dus ik die auto gehaald. Dep ingestapt en hij knipoogde naar een andere en we mochten erop. Dus zonder rijden. Kijk, die nemen we straks terug omhoog. Ja. Maar we wilden naar beneden lopen, want het uitzicht. Oeh. Wat is dat? Heerlijk. Ja. Dus hopelijk kunnen we nou eindelijk even een beetje rustig in het water leggen en even geen activiteiten meer, geen stress. En we zijn er. Ja. Ik ben blij niet op die flipflops lopen, die flippen de flapflops. Het is best wel stel. Hier is mijn naam. Kijk, ik heb Salam. Zijn waarschijnlijk de enige met dat soort schoenen hier. Maar goed, die lopen op Crocs. Ja. Wij lopen op Duitse marslaars. Maar ja, weet je, je hebt ze toch. Normaal gebruik je ze alleen voor het duiken. En nu ook voor snorkelen. Als je per ongeluk op een stukje rif of zo'n zeeegel staat bij deze schoenen, dan gebeurt er niks. Nou, daar gaan we even in. En eens kijken of we leuke visjes zien.
toch wel een van de mooiste duikstekjes of snorkelstekjes die ik heb gezien. Ja, zeker. Die Okinawa was ook echt mooi natuurlijk. Okinawa was het plaatje eromheen. Wat heel erg mooi. Dat is hier wat massaler en wat meer Amerikaans, hè, met al die dingetjes erbij. Maar qua visjes onder water, ja, dit is echt, echt wel super top. En zoals je ziet, we hebben de remmetje naar boven genomen. We zijn helemaal omhoog gelopen. Ja, we hebben goed gelopen. Kijk, we zijn er. Nou, klein stukje bij de auto. En dan schijnt dat we er gewoon af kunnen rijden zonder gezeik. Nou, Depje. Daar zitten we dan. Gewoon naar Lulu Airport. Te wachten op onze vlucht. Over half uur boarden. En dan begint onze reis van 24 uur naar huis.